Nou is dit traditie 100. Ja. Maar er is genoeg te doen in Rotterdam. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een hele spannende stad ook. Met een rijkdom aan tradities. Hè? Waarvan je nog niet eens weet dat ze er zijn. Nee, we zijn ook bezig met de Westkruiskade. Daar hebben we ook al een paar keer een congres gehad. En de mensen van de Westkruiskade zouden eigenlijk de cultuur van de Westkruiskade op de nationale inventaris willen zetten. Maar ja, dat is echt wel een uitdaging. Want hoe doe je dat? Wat is dan de cultuur? Hè? Want er zijn zoveel culturen. En kijk, en als heel veel mensen bij elkaar wonen, dan nemen ze ook langzaam dingen van elkaar over. Gaan ze dingen samen vieren en zo. En daar zijn we naar aan het kijken, samen met die mensen. En dan gaan we ja, de cultuur van de Westkruiskade, maar dan wel benoemd. Hè? Wat is dat dan? Want anders kun je het er niet opzetten. Gaan we op de nationale inventaris zetten. En dat, ja, dat zou uniek zijn, want ja, dan kijkt ook de hele wereld naar ons, van hoe we dat dan gedaan hebben. En dan gaat waarschijnlijk ook Duitsland en Vlaanderen bijvoorbeeld, die gaan ook soortgelijke projecten opstarten. En u zegt, we zijn nog aan het kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Ja. Zit het de goede kant op te gaan? Ja, zeker. Ja. Ik hoop dat het nou dit jaar lukt, want je moet er ook niet te lang mee wachten natuurlijk. Maar... Je kunt er nu ook afkaarten dat we het gaan doen. Ja. Nou weet je, met dit verdrag is het zo dat de mensen zelf moeten aangeven en nou zijn we er klaar voor. En wij kunnen ondersteunen, we kunnen enthousiasmeren, maar het zijn de mensen zelf die de liefde voor hun tradities moeten doorgeven. En dan, ja, dan moeten wij toch een beetje afwachtend zijn. Hè? Als zij daar een heel gezellig lang proces van maken, dan kunnen we wel een beetje sneller proberen te krijgen. Maar het gaat om de mensen zelf. En die kunnen alleen hun traditie op de inventaris plaatsen. U bent erbij bij die onderhandelingen, bij die gesprekken en u zegt van mijn gevoel is wel van dat gaan we wel binnenkort op. Ja, zeker. Ja. We zijn er ook heel enthousiast voor en ja, het is alleen een uitdaging. Het is echt van hoe ga je dat aanpakken? En dat is leuk natuurlijk.